Margje Fikse, bekend van op 1, onthult haar innerlijke strijd na het valincident in mei 2023. Het kritiekwaardige moment waarop ze bleef zitten terwijl een vrouw viel, leidde tot zelfreflectie. Fikse betwijfelde haar reactie en ging door een emotioneel proces van zelfevaluatie. Het zat mij niet in de koude kleren. Ik ging echt aan mezelf twijfelen, deelt de EO-presentatrice op NPO Radio 1. De discussie over haar keuze om niet in te grijpen, maar de uitzending voor te zetten. Bracht Fixe tot nadenken over haar persoonlijkheid. Ze overwoog of ze iemand was die niet helpt in moeilijke situaties. Uiteindelijk concludeerde ze dat haar besluit juist was, gezien de aanwezige deskundige. Dit was mijn rol in de situatie, maar ik had die rol wel beter moeten vervullen. Fixe erkent dat ze verschillende emoties doorging, van zelfkritiek tot boosheid, en beschouwt het incident als een waardevolle les. Ze herkent nu dat ze in een verslaggeversrol belandde en lacht om de persiflages die werden gemaakt. Waaronder een satirische versie van het incident in het programma Even tot hier. Dit is echt wel het leven in een notendop, concludeert Fixen met een knipoog naar haar onverwachte lot.